Een baasje zo. Baasje zo thuis, hè? Baasje is er al. Stil, hè? Blijven. Nania, ga maar kijken. Nania, kom maar. Nania, kom maar. Blijven, deze. Even het hek open doen voor baasje. Blijven, hè? Zo, kijk eens open voor baasje. Blijven. Blijven. Hek is open, Ed. Blijven, Dizzy. Blijven. Hek is open. Blijven. Stil. Ik ben even aan het filmen. Wat is de baasje thuis? Heten jongens. Ed, geef Dizzy even eerst een gevoel. Even eerst een Dizzy voor. Etentje. Ik moet die pup even goed leggen achteren. Kenny. Nou, zullen we baasje hem even helpen dan? Nou, het is hier verrust. De pupjes alleen, hè. Hallo, puppykinders. Waar is het thuis, Ken? Ga ze schoonmaken. Ga Veilitsen schoonmaken. Echt waar. Veilitsen schoonmaken. Wat knappe meid zeg. Oh, wat lief. Even aan te gaan zetten. Ja, is goed. Dankjewel. Oh, wat een knappe Veilet. Violet, kom eens. Violet, kom eens. Kom. Puppies gaan aan de wandel. Nu vind je het allemaal iets druk. Maar als je even auto wegzet, hè. Kenny, claim jij de pupjes op? Dan is mama van zichzelf weer weggegaan, hè? Mag jij het weer doen? Mag jij het weer doen? Ga je ze schoonmaken? Ga je ze schoonmaken? Kusjes geven allemaal. Oh, kusjes geven, Ken.
Goed zo. Kusjes geven. En je kusjes geven. Het is ook warm. Ook pootjes en kusjes geven. En daar komt baasje weer terug. Even kijken hoe goed Kenny het doet. Ja, ik zie het. Dus hier is uit zichzelf weer naar binnen gegaan en vond ze het weer te druk. En Narnia is er weer achteraan gegaan, die tut. Dus de twee jonkies moeten het nou maar weer doen, hè? Ze hebben het warm, ze gaan in de schaduw. Zie je wat Kenny doet? Die duwt ze terug op de kleed, Edwin. Ja, ja. Mijn Violet mochten er net niet te dichtbij komen weer. Knappe Violet. Ja. Moet ze terug op het kleed, Kenny? Veel beter in de schaduw, hè? Eigenlijk is dit gewoon een fotomomentje waard. Ik ga even